Stichting SU-Aid heeft voor 2019 tot nu toe 250.000 SRD ingezameld. Dit kwam gisteravond naar voren tijdens de afsluiting van SU-Aid 2019 in Dream Café aan de Dr. Sofie Redmondstraat. Het ingezamelde geld van dit jaar is bestemd voor de kinderafdelingen van de verschillende ziekenhuizen in Suriname. Giovanni Zeggen, voorzitter van Stichting SU-Aid, zegt dat de gelden die binnen zijn gekomen via sms en gestort zijn op de diverse rekeningen van de stichting nog niet zijn bijgeteld. Het vorig jaar heeft SU-Aid 1 miljoen SAD ingezameld. Giovanni Zeggen is niet ontevreden over de opbrengst van dit jaar. We gaan altijd voor 1 miljoen, want we blijven het zeggen, als iedereen een anno geeft 52, dan ben je al ruim over het miljoen. En heb ik het bedrijfsleven nog niet eens bijgeteld. Dus zolang dat nog niet in iedereen's hoofd zit, gaan we full speed zonder rem door. We hebben het niet gehaald, 1 miljoen, althans nog niet, er zijn nog wat dagen. Maar dit is wat het is en je moet dankbaar zijn voor alles wat je krijgt. We zijn natuurlijk dankbaar voor elke cent die we hebben gekregen. Daar kunnen de mensen nog ook na vandaag doneren via de verschillende manieren, via sms. De sms-campagne loopt nog tot eind. Tot 25 december. Mensen kunnen overmaken via bankrekeningen, via MoPay. We moeten nog wat boxen terugkrijgen. Er zijn wat mensen die al hebben aangegeven dat ze volgende week langskomen om te doneren. Maar dit is tot nu toe wat het is en we zijn daar enorm dankbaar voor. Het bedrijfsleven levert ieder jaar weer haar bijdrage aan het doel van Stichting SU-Aid. Zowel vertegenwoordigers van VSH en Fernandes gaven aan waarom ze elk jaar de stichting ondersteunen. En we zijn blij dat er organisaties als SU-Aid zijn, omdat wij, als we met onze core business bezig zijn, vergeten we een beetje de noden om ons heen. En zij identificeren dat en hebben ook nog het inzicht om een prioriteit te geven, want ze vinden niet maar één nood, maar meerdere. En vorig jaar is dat goed gegaan, heel transparant weten we waar ons geld is gegaan. Dus we zijn blij dat iemand dat voor ons doet. In het kader van Social Corporate Responsibility vinden wij het ontzettend belangrijk. We kunnen niet alleen maar verdienen, we moeten ook wat terug doen. Het zijn dezelfde Surinamers die elke dag onze producten kopen, die gebruik maken van onze diensten. En die moeten wij natuurlijk ook een stukje verder helpen in de samenleving. Dus vandaar dat wij het belangrijk vinden. We blijven het doen, we zullen het altijd blijven doen. Het is een van onze core values. Dat was Natasha Fongpoen, vertegenwoordiger van de Fernandes Group Social Foundation. Dit bedrijf heeft, zoals een aantal andere bedrijven, ook dit jaar haar bijdrage geleverd aan de inzamelingsactie van Stichting SU-Aid. Het ingezamelde bedrag tot nu toe is 250.000 SRD.